ben Sven Soetens. Ik ben huwelijksfotograaf uit België. Hoe puurder mijn koppel is, hoe liever ik het heb. Ik ben José Chan. Ik ben trouwfotograaf. Mijn stijl is zacht, romantisch en elegant. Mijn naam is Julian Kraal. Ik ben een street photographer. En ik hou van fotograferen van mensen. We zijn met 3 fotografen, 3 compleet verschillende lenzen. En toen zag ik Rumclub en werd ik helemaal blij. Ik heb er echt zin in. Wauw, 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 wauw. Ik heb vandaag de 40 f2 bij. Toen ik hem kreeg, had ik iets van, dit is een heel licht lensje. Ik had meteen mijn beeld gezien. Ik wou er toch iets van beweging in. Dus ik zag hier de ideale barman staan en ik denk van oké, laat ons een keer proberen. Ik wist perfect waar ik de fles wou hebben, juist in dat leeg hoekje. High five. Dankjewel. Wat hij ziet, dat wil hij ook echt vastleggen en daar doet hij gewoon alles voor. En dat is wel echt heel inspirerend om te zien hoe hij dat doet. Ja, precisiewerk. Ik schiet met de 50 mm 1.8. Het is een hele lichtsterke lens, dus in deze situatie is dat eigenlijk wel ideaal. Eigenlijk compleet wat anders dan wat jij doet. Jij hebt je shot al in je hoofd en bam, je maakt hem gewoon. En zij is echt aan het bouwen. En dat wordt dan uiteindelijk echt een prachtig plaatje. Dus dat is echt super nice om te zien. Ja, ik merk eigenlijk helemaal niet dat we in een hele donkere setting zitten. Wow! Ah, get out of here. Ik ben heel erg blij met de shots die ik heb gemaakt. Ik moet ze nog op het grote scherm zien. Kijken of alles scherp is, maar ik ben benieuwd. Dit is de 24 mm 1.8 objectief waarmee ik mag gaan spelen vandaag. Dus ik kan lekker mooie brede shots maken. Rumclub is echt feest, is kleurrijk, is lol hebben met elkaar. Dus ik wil de meest feestelijke cocktail hebben, maar dan ook een beetje laten zien van de sfeer die er hangt. Ja, ik vond het heel erg mooi dat hij het verhaal gebruikte. Eigenlijk zowel de cocktail als heel de bar. En ik kon die heel mooi laten versmelten, vond ik. Zo. Ja, hele toffe locatie. Voor mij natuurlijk wel een uitdaging. Ik ben gewend om op locaties te fotograferen met heel veel licht, daglicht. Ik zag meteen mijn beeld en ja, dat is het ook geworden. Heel mooi, symmetrisch, de lampjes. En dan toch een kleine reflectie erin. En final touch, even een fles die omhoog gegooid wordt. En zo lekker onopvallend, als je met een zoom komt, mensen gaan angstaanjagend zijn. En u is zo van, hup, en ja, uw beeld is gemaakt. Normaal is het een standaard lens, 50 mm. Vaak moet ik dan het diafragma op f2 of 2.8 doen om een scherp beeld te krijgen. Maar hier kon ik echt hem de hele tijd op 1.8 houden. Dit is echt een hele bijzondere lens. Deze 24 mm die doet het zo uitstekend goed. Tijdens het fotomaken heb ik gemerkt dat hij super scherp is. De bokeh is geweldig zacht en meer heb je niet nodig.